Dag beste Berkelanders, het is zondagmiddag en ja, de Berkelsomp heeft concurrentie. Er zijn wat mensen een vlot aan het bouwen in het buitengebied van Rekken. En we gaan eens even vragen wat ze aan het doen zijn. Dag meneer. Hallo. Wat bent u toch allemaal aan het doen? Ja, een vlotje knopen en dan varen hè. Oké. Allemaal met de hand? Ja. Alles met touw, banden, tonnen, palen. En waar zijn jullie van als ik vragen mag? Van de scouting Scoltaro uit Eibergen. Oké, het is wel een hele mooie dag om het water op te gaan, hè? Ja, het is het beste weer ervoor natuurlijk. Mooi weer, lekker zonnig. En waar komen deze jongeren allemaal vandaan? Eibergen. Allemaal uit Eibergen? Allemaal uit Eibergen. En hoe lang zijn jullie al bezig met knuppen? Geen idee. Te lang, hè? Half uurtje. Half uurtje? Ja, iets langer dan half uur zijn jullie al bezig. Ja. Zou je die tonnen vast kunnen? Of niet? Nee. Ja, kijk maar. Is het nog een speciale techniek die je moet gebruiken? Of kun je zomaar alles aan elkaar knopen? Nou, het is altijd handig dat de tonnen er niet gelijk doorheen zakken als je. Als je zo dadelijk te water doet. En voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. Oké. En doen jullie dit vaker, scouting het water op? Ja, vlotvaren doen we meestal één of twee keer per jaar. Oké. Wat heb je op je broek zitten? Wat is een beest dat ik er graag vanaf wil hebben, Roy. Oké, ben je daar bang voor? Een beetje wel. Ja? Nou,